Welkom allemaal. We zijn hier bij de hoe zeg je dat woord ook alweer? Litostratos. Juist. Dankjewel, Sam. Wat betekent het eigenlijk? Nou, in het Grieks betekent het de stoep. En eigenlijk wordt het maar één keer in de Bijbel genoemd. In Johannes 19, vers 13. Toen Johannes schreef over Jezus' proces voor Pilatus. Later, toen archeologen onder de Via Dolorosa groeven, vonden ze de straatstenen en dachten ze precies die plek ontdekt te hebben. Ik kan begrijpen waarom ze dat zouden hebben gedacht. Ik bedoel, kijk eens naar deze ingekerfde tekeningen. Ja, sommige ingekerfde tekeningen zijn gemaakt om grip te geven, zodat paarden niet zouden uitglijden als ze over de gladde stenen liepen. Maar soldaten die geen dienst hadden, kerfden ook spelletjes in de stoep om de tijd te doden. Kijk eens naar deze ronde hier. Die heeft een kroon en de letter B erin gekerfd. Die B staat voor het woord Basileus, wat koning betekent in het Grieks. En daarom wordt dit het spel der koningen genoemd. Weet je, in dit spel is de belangrijkste spion een gevangene die wordt bespot alsof hij een nepkoning is. Eigenlijk lijkt het heel erg op wat er met Jezus gebeurde in Markus 15, vers 16 tot 20. De soldaten trokken hem een koninklijk gewaad aan, sloegen hem en zetten een kroon van scherpe doornen op zijn hoofd en bespotten hem door hem koning te noemen. Wow! Laat maar weer eens zien hoe sterk onze games en entertainment onze acties kunnen beïnvloeden. Maar ik vermoed dat dit niet de werkelijke plaats is waar Jezus werd veroordeeld. Je hebt gelijk, David, dat is het inderdaad niet. Archeologen weten nu dat dit verharde gebied 100 jaar na de kruisiging door keizer Hadrianus is aangelegd. Terug naar het onderwerp. Het is voor mij nog steeds moeilijk voor te stellen dat iemand Jezus zou willen kwetsen. Ik bedoel, hij deed zoveel goed voor mensen. Hoe is het dan mogelijk dat hij vijanden heeft? Tja, Jezus zijn eigen woorden in Johannes 15, vers 25 zeggen het beste. Ze haten me zonder reden. Jezus genas de zieken, wekte de doden op, gaf de hongerigen te eten, was een vriend van de eenzamen en de lijst gaat maar door. Er was echt geen reden voor Jezus om ook maar één vijand te hebben. Laat staan zoveel. Wist je dat Psalm 69 vers 5 profeteerde dat de vijanden van Jezus in aantal nog meer dan de haren op zijn hoofd zouden zijn? Dat is te veel om te tellen. Dus wat je zegt is eigenlijk om vijand te zijn van Jezus, dat de mensen redenen moesten verzinnen om hem te haten. Ja, precies. Ze verdraaiden zijn goede werken, zodat mensen zouden denken dat hij een wetsovertreder was. Ze deden wat volgens Jesaja 5 vers 20 nooit gedaan mag worden. Namelijk, wat kwaad is goed te noemen en wat goed is kwaad te noemen. Hun jaloezie en leugens bouwden een scheidingsmuur op, zodat Jezus niet hun vriend was. Hij was zelfs niet eens een welkom lid van de Israëlitische bevolking. Hij was eerder een buitenstaander, een vreemdeling. Dat is triest, want Israël had de gewoonte om vreemden met argwaan te behandelen. Israëlieten vertrouwden buitenstaanders nooit echt en probeerden zelfs niet veel om de heidenen over de God van Israël te vertellen. Ja, je hebt gelijk, Sam. Ik geloof dat het deel uitmaakt van de Amsegula-denkwijze. Je weet wel, het geloof dat zij de gekoesterde mensen van God zijn. Ja. Deuteronomium 26 vers 18 vermeldt wel dat de Joodse natie een speciaal volk was dat apart was gezet van de andere naties, omdat ze de wet van God hadden. Maar het was de bedoeling om Gods wet met de andere naties te delen en niet om het geheim te houden. Hé, laten wij naar het Israël Museum gaan. Er is iets waar ik het over wil hebben. Hier staat een model van de tempel in de tijd van Jezus. Wist je dat Jezus deze tempel twee keer reinigde tijdens zijn bediening? De eerste was aan het begin van zijn bediening, kort na de bruiloft in Cana. En de tweede reiniging vond plaats slechts 5 dagen voordat hij werd gekruisigd. Dat klopt, Sam. En toen de priesters en oversten daarna met Jezus spraken, zei hij tegen hen: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem oprichten.
Ze dachten dat hij het had over hun tempel, die 46 lange jaren had gekost om te bouwen. Maar dat bedoelde hij niet. Hij sprak over zichzelf. Binnen 3 dagen zou hij aan het kruis sterven, begraven worden en op de 3e dag weer opstaan. Zijn dood zou een einde maken aan het offersysteem in de tempel en ook een einde aan hun zakelijke kansen. Ik begrijp het. Ze haten Jezus omdat zijn leringen hun manier van geld verdienen in gevaar brachten. Het lijkt mij dat een andere reden waarom Jezus zoveel vijanden had, was omdat hij echt leefde zoals God zijn volk had gezegd te leven. Je hebt gelijk. Romeinen 15 vers 3 vertelt ons dat Jezus nooit probeerde zichzelf te behagen, maar God probeerde te behagen in alles wat hij zei, dacht en deed. Ik kan me voorstellen dat zijn voorbeeld hun geweten zou hebben geprikkeld vanwege hun gedrag. Oh, dat deed het zeker. Degene die de dieren voor de offers voor hoge prijzen verkochten, verontreinigde de tempel met hun hebzucht. Gods huis van aanbidding veranderde in een luidruchtige marktplaats. Door de kooplui met hun onderneming uit de tempel te verjagen, liet Jezus zien dat zijn tempel een plaats is voor aanbidding en niet voor zaken. Maar die ondernemende kooplui werden erg boos. Juist. Ze begonnen zelfs plannen te maken om hem te doden. Maar hoe konden zij Gods volk zijn, de uitverkoren zonen van Abraham, en tegelijkertijd een complot smeden om de Messias te doden? Weet je, gedurende vele jaren was het volk van God steeds verder en verder van zijn wet afgedwaald. Ze volgden meer de tradities en gebruiken van mensen dan de wet van God. Ze beweerden Abrahams kinderen te zijn, maar gedroegen zich niet zoals hem. Abraham was God trouw geweest en werd de vriend van God genoemd. De tijd begon te dringen voor hen om ook de kinderen van God te blijven. Nog iets. Deze tweede reiniging wees op het spoedig komende oordeel van God over de Joodse natie. Net als de verkopers die op de vlucht sloegen toen Jezus hun tafels omgooide, zou Gods volk spoedig over de hele wereld worden verstrooid. En hoewel Jezus geen enkele persoon in de tempel pijn deed, waren de mensen doodsbang voor de heiligheid die ze in zijn gezicht zagen. Op dat moment flitste de kracht van God door de menselijkheid van Jezus en voelden de mensen hun schuld. Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het voor Jezus moet zijn geweest toen hij hier op aarde was. Hij deed zoveel voor ons en toch werd hij gehaat, afgewezen en bleef hij alleen. Ik vraag me vaak af waarom hij er ooit voor koos om onze heiland te worden. Dat is omdat hij van ons houdt, David. De hemel zou niet zo perfect voor hem zijn als wij er niet zouden kunnen zijn. Ja, dat is een liefde die ik niet kan begrijpen. Ik kan er maar alleen maar dankbaar voor zijn. Laten we voor onze opdracht van vandaag dankbrieven schrijven. En die sturen aan God voor alles wat Jezus deed om ons te redden. En als je klaar bent, lees je je brief aan de klas voor of laat je hem zien zodat anderen hem ook kunnen lezen. En tot slot, schrijf op je mindmap de woorden verworpen door mensen. Tot ziens!